welkom bij deze nieuwe video. Vandaag iets een beetje anders dan make-up. Vandaag ga ik laten zien wat er op mijn telefoon zit. Alle apps die ik gebruik, alle apps die ik gewoon überhaupt heb. Ik ga alles laten zien, want ik heb echt best wel veel hele handige apps. Die by the way allemaal gratis zijn. Ik betaal nooit apps. Er is maar één app die is betaald en dat is Facetune. Die was like 5 euro of zo, I think. In ieder geval heel goedkoop. En die moest ik hebben voor mijn foto's, om die een beetje mooi te editen. Maar voor de rest zijn het allemaal gratis apps. En ik heb er echt best wel veel, dus het leek me wel leuk om dit te laten zien aan jullie. Nou, zoals je weer kunt zien, heb ik weer een hele make-up look vandaag. Voor de mensen die het zich afvragen, ik heb op mijn lippen NYX Soft Matte Cream. In de kleur Morocco. Dit is een beetje een oranje-rood. Mijn ogen heb ik gedaan met de Makeup Revolution. In samenwerking met Sove tweede collectiepaletje. Daar heb ik ook een hele video over gemaakt. Mocht je die willen zien. En de look staat op Instagram. Dus daar kun je precies alles zien wat ik heb gebruikt. Mijn Instagram is gewoon mijn voor- en achternaam. Sarah Mariek. En mijn achternaam spreek je uit als Mariek. Niet Mariek. Mariek. Dat wil ik ook nog even vertellen. Nou, ben je dus benieuwd wat er allemaal op mijn telefoon staat? En ja, ben je gewoon benieuwd naar alle handige appjes en alle dingetjes? Geef mijn video dan alvast een like. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel verder met de video. Nou, dit is dan mijn beginscherm. Het is 8:30 s'avonds, vrijdag 7 september. Voor de mensen die dat willen weten, misschien toevallig. Op de achtergrond is mijn kat Susu. Die is super, super cute. Hij is echt op allemaal achtergronden, ook op WhatsApp en zo. Ik heb helemaal onderaan de vier belangrijkste appjes staan. Dat is gewoon bellen, Snapchat, WhatsApp en mijn e-mails. Die apps gebruik ik bijna wel het meeste. En Instagram en zo, maar ja, niet alles past daar beneden. Ik heb hier gewoon de standaard appjes, agenda. Die gebruik ik ook echt zoals je kunt zien bij alle puntjes. Dan heb ik ook de app foto's met allemaal foto's die altijd vol zijn. Die ik elke keer moet deleten. Super annoying. Camera, App Store, notities, gezondheid. De notities gebruik ik voor al mijn video-ideeën en al die dingen. En voor, ja, voor de rest van de apps gebruik ik niet echt. Ja, camera, ik gebruik meestal die van Snapchat. Ik weet niet waarom, maar ik pak altijd die. Ja, en de klok, daar is gewoon mijn wekker. Work. Dit zijn mijn twee werkwekkers. Ik heb er dus eentje om 6 uur staan. Dat is als ik een video moet maken voordat ik naar werk ga. En die van 7:30 is als ik geen video maak. Dan mag ik om 7:30 opstaan. Op woensdag en zondag komen om 1 uur video's online. En die andere twee zijn gewoon een beetje extra. Oké, dan gaan we verder naar de andere pagina die ik het meest gebruik. Want hier staan alle leuke apps op. De eerste is online shop. Hier staan dus al mijn online winkels op die ik gebruik. Obvious thuisbezorgd, want we houden allemaal van eten. Ik heb AliExpress. I love AliExpress. Ik bestel daar echt vaak. Wat ik daar vooral bestel is wimpers en dat soort dingen. Die heb ik ook hier staan. Oh ja, I am a cat. Ik wil die hoodie met I am a cat. Ik vind die echt leuk. Daarnaast heb ik My Team Mobile, UW. UW is een app waar je allemaal kleding kunt verkopen en zo. Hier staat dus allemaal kleding. Ik heb daar een tijd mijn kleding ook verkocht, maar ja, ik gebruik het nou niet echt meer eigenlijk. Dan heb ik de Kiko app. Toen ik daar nog werkte een jaar geleden, gebruikte ik die heel vaak, omdat ik toen daar echt heel vaak make-up kocht. En je kunt punten sparen met deze app. Oh, ik moet hem bijwerken, dus zo lang heb ik hem al niet gebruikt. Die twee mogen eigenlijk weg, want ik gebruik ze niet echt meer. En dan heb ik hier de Ethos app, omdat ik ook een samenwerking heb met Ethos en ik ook echt heel vaak daar make-up haal. Bij de Ethos kun je ook punten sparen, zoals je hier ook soort van ziet. En als je dan een aantal punten hebt gespaard, dan, ja, dan mag je een aantal dingen gratis of je hebt iets van een korting of zo. But I'm not sure. Volgens mij is dat mijn spaarkaarten. Oké, dit duurt weer een uur. Nog 47 punten te gaan en dan heb ik of 5 euro korting op Ethos eigen merk producten. Of je hebt dan een paar opties qua producten die je dan gewoon gratis mag. Dus dat vind ik wel handig. De volgende is social media, sms'jes, Facebook. Ik doe eigenlijk niet echt iets met Facebook. Ik kijk meer gewoon een beetje bij mensen en in beautygroepen. Maar ik plaats eigenlijk daar alleen maar mijn video's en verder niks. Messenger is dus gewoon Facebook chat. Followers, deze gebruikte ik ooit om te kijken naar mijn aantal followers die weggingen en dat soort dingen. Maar ik check die niet echt meer eigenlijk. Dus in principe mag die app ook weg. En dan een van de apps die ik het meest gebruik
Instagram. Dit is dus mijn Instagram en I love it. Hier plaats ik allemaal make-up looks. Ik maak heel vaak make-up looks die het niet maken naar YouTube. Maar die komen wel op mijn Instagram. Dus vooral voor allemaal make-up looks kun je het beste even kijken op mijn Instagram. En mij daar vooral ook even followen. Dan heb ik hier Photoshop. Dit zijn al mijn fotobewerking programma's. Eigenlijk de enige die ik gebruik zijn Facetune en VSCO. You Can Makeup en You Can Perfect gebruikte ik ook in het begin af en toe. Met You Can Makeup kun je gewoon automatisch make-up doen op je gezicht of wat dan ook. Ik heb ook de app Layout en met die kun je gewoon allemaal foto's zo naast elkaar plaatsen hoe je wilt en zo. Dat is wel super, super handig. En dan alvast Facetune. Wat is de laatste foto? Oh, dit is de laatste foto die ik heb bewerkt. Deze foto staat al op Instagram. Deze make-up look is gemaakt met de Urban Decay Heat Palette. Een super mooi paletje. En echt, Facetune is echt perfect als je het goed gebruikt. Heel veel mensen slaan er een beetje door. Bijvoorbeeld als ze een beetje extra highlight willen doen. Dan pakken ze extra die lichtste kleur. En dan gaan ze gewoon hier dit doen. En dan bam. Je kunt ook je ogen lichter maken. Je kunt hier echt zoveel mee doen. Maar het is echt te veel om nou uit te leggen. Bijvoorbeeld, ik kan mijn ogen blauw maken. Kijk, nou heb ik blauwe ogen. Tadaa! Nou ja, dit is obvious niet hoe je het moet doen. Als je een aparte video zou willen over hoe ik Facetune en hoe ik mijn foto's wil bewerken, laat dat dan gewoon even weten in de comments. En ik wil graag ook zo'n video maken. Maar voor nu is dat gewoon iets te veel. Even kijken, dan heb ik hier de app MyTube. Die is heel handig om echt heel veel obstakels in een foto weg te halen. Daarvoor gebruik ik die altijd. Ja, en dan de app VSCO. Die gebruik ik in principe alleen maar voor één effect. Ik ga ook laten zien welke. Bijvoorbeeld deze. Dan ga ik altijd naar korrelig. En zoals je kunt zien, deze maakt je foto, ja, dit maakt je huid iets echter, waardoor het niet zo egaal is helemaal. Ik doe hem altijd zo op 1, ja, op 1.2 altijd, dus niet te veel. En kijk, ik weet niet of het verschil echt opvalt op camera. Maar kijk, zo is hij dus te egaal en zo is het meer net als je echte huid. Dus alleen maar voor dat gebruik ik die app. Oké, dan gaan we verder. Games. Ik heb heel veel spelletjes. Fightlist, die is super super leuk, want dan kun je met andere mensen spelen en dan stel je een vraag en dan moet je gewoon een antwoord geven of ja, een aantal antwoorden en wie het meeste goede antwoorden heeft, die wint. Ik zal wel eentje op klikken. Oh, nou, ik heb deze gewonnen. Kijk, bijvoorbeeld hier was een vraag, search engines. Dat is de zoekmachines. En dan moet je gewoon zoveel mogelijk zoekmachines plaatsen als je weet, zoals Google, Yahoo en dat soort dingen. En wie de meeste heeft, wint dan die ronde. Dit is best wel leuk als je dit soort dingen leuk vindt. Het houdt je hersenen ook een beetje up and going. Dan heb ik hier Love Balls. Deze is super cute. Ik vind dit echt een heel leuk spel. Ik was ook eerst echt helemaal verslaafd. En bij dit spel heb je dus een blauwe en een roze bal, een man en een vrouwtje. En het is de bedoeling dat je hun bij elk level bij elkaar krijgt door middel van het maken van streepjes. En dan maak je een streep en dan moet die ene bal precies zo vallen tegen die andere bal aan. En dan heb je dus gewonnen. Ik heb hier Dr. Cares, die is, ja, alles staat op zijn kop, al die spelletjes. Maar daar heb je dus jouw eigen dierenartskliniek, is ook wel leuk. Fabulous Angela, daar heb je je eigen kledingwinkel. En mijn favoriet is Zoocraft, ik wil die even laten zien. Daar heb je je eigen dierentuin. Is ook echt super leuk. Kijk, deze is van mij. Ik ben al best wel ver. Kijk, ik heb nou allemaal hier geld verdiend en allemaal dieren en zo. En daarmee kun je gewoon ook alles bijhouden. Al deze apps zijn nogmaals gratis. De enige waarvoor ik heb betaald is dus Facetune. Ik heb hier financiën. Ik heb gewoon mijn ABN AMRO app. Ik heb Daily Budget en ik heb PayPal. PayPal en ABN AMRO is denk ik wel gewoon bekend van iedereen. Dit zijn gewoon betaalmanieren. En Daily Budget is een hele handige app om bij te houden hoeveel geld je nog hebt. Ik heb hem nou al 2 maanden of zo niet gebruikt. Nee, 1 maand, ik lieg. 1 maand, dus oh, hij wil niet echt openen. Oké, mensen, hij wil niet openen, sorry. Even kijken, dan heb ik hier extra. Ik heb Google Maps, altijd handig voor onderweg. Dat is altijd mijn navigatie. Ik heb LG TV remote bij onze televisie beneden. Die afstandsbediening is al 800 jaar kapot. En mijn moeder vertikt het om een andere te halen. Dus nou hebben we allemaal die app. En dan kunnen we via onze phone
gewoon lekker zappen. Super, super makkelijk, super handig. Ja, ik wil het even laten zien, maar je kunt het niet zien als er geen verbinding is. Ik heb een Apple TV Remote. Is gewoon weer precies hetzelfde verhaaltje, maar dan voor de Apple TV. Ik heb Netflix, ik heb Parkline. Parkline is super handig voor iedereen met een auto. Want met deze app, ik denk dat veel mensen hem al wel kennen. Maar dan kun je gewoon overal waar betaald parkeren is, kun je het gewoon aandoen met deze app. En dan hoef je niet iedere keer een muntje te hebben en naar die apparaat te lopen en dat soort dingen. Ik heb Flitsmeister voor onderweg, voor alle flitsers. Mensen, Flitsmeister is denk ik al wel bekend bij heel veel. Maar als je hem nog niet kent, download hem, want hij vertelt jou precies waar alle flitsers staan. En dan heb ik YouTube, obvious, voor mijn eigen kanaal, om die een beetje bij te houden. Kijk, hier ben ik, Sarah Marieke, aantal abonnees, mijn Q&A staat hiervoor. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, obvious. En dan hier zijn mijn laatste video's allemaal. Super, super leuk, daar kan ik gewoon alles bij houden. Voor de rest, dus zijn niet echt hele spannende apps of zo. Ja, ik heb hier Spotify, die heeft denk ik ook wel heel veel mensen. Die gebruik ik echt altijd. Ik heb ook Spotify Premium. Daar betaal ik dus 10 euro in de maand voor. Ik heb een afspeellijst hier met allemaal een beetje Nederlandse rap slash pop muziek en dat soort dingen. En ja, ja, mijn mail. Ik weet, ik heb heel veel e-mails openstaan, maar ja, whatever. En dan heb ik hier Snapchat. Superleuk. En dit is gewoon mijn Snapchat waar ik ook heel vaak dingen plaats. En je kunt mij ook altijd snappen, want ik zie van alles. Mijn Snapchat staat gewoon altijd open. Even kijken, ja, en dat was het dan wel eigenlijk. Nou mensen, nogmaals, mocht je vandaag een app hebben gezien zoals Facetune of wat dan ook, waarvan je denkt, hé, ik ben daar wel heel erg benieuwd naar, maak daar een hele video over. Let me know, ik kan laten zien hoe ik mijn foto's edit en dat soort dingen. Ik maak ook op Instagram 1 minuut video's. Ik krijg heel vaak de vraag hoe ik die maak. Want heel veel mensen denken dat ik die maak via een app of zo op mijn phone. Er is geen enkele app op je phone die met deze kwaliteit kan editen als die ik heb op mijn Instagram. Want ik gebruik Final Cut Pro op mijn Apple laptop gewoon echt. En dat is ook het edit programma die ik gebruik voor mijn normale video's. Maar dan edit ik het gewoon in 1 minuut en die komen op Instagram. Dus ik heb geen makkelijke app daarvoor of wat dan ook. Ik kan by the way ook een video maken over hoe ik mijn video's edit. Dus als mensen dat willen zien ook, let me know. Laat me gewoon van alles weten. Laat überhaupt gewoon iets leuks achter. Show me some love. En dan ja, dan is het gewoon klaar voor vandaag. Dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!